Beste meneer De Voort, het mag dan al 21 jaar geleden zijn, toch zou het voor mij vreemd zijn om u aan te spreken als beste Herman. U zal voor mij altijd meneer De Voort blijven, mijn klastitularis van het zesde middelbaar. Daar in het Sint-Lodewijkscollege aan de Magdalenastraat in Brugge. Een bende ambitieuze jonge mannen en vrouwen op de drempel van het studentenleven. Dat zesde jaar in Brugge was voor mij een sleutelmoment in mijn leven. Straks zouden we de vertrouwde muren van ons college verlaten. Niet langer elke dag met de fiets van Damme naar Brugge, maar op zondag gepakt en gezakt de trein op naar Gent. Leerkrachten zijn op zo'n moment zo bepalend in dat jeugdige leven. Hun invloed reikt veel verder dan de muren van een klas. U was voor mij zo'n leerkracht. U leerde ons om te durven nadenken en te twijfelen. U daagde ons uit om niet alles zomaar te aanvaarden. Ik herinner me nog levendig hoe aanstekelijk u vertelde over de staatshervormingen in ons land. We hingen aan uw lippen wanneer u vertelde over al die intriges en gebeurtenissen in onze recente geschiedenis. Ongetwijfeld heeft u daar een zaadje geplant voor mijn passie voor recht en politiek. Wie had ooit kunnen denken dat ik later zou meeschrijven aan de zesde staatshervorming? De afgelopen jaren heb ik vaak teruggedacht aan uw lessen. Ik weet dat het voor u niet altijd gemakkelijk was. Wij waren geen engeltjes. Weet u nog? Samen met Pieter Jan, mijn beste maat. We hebben u vaak de kast opgejaagd. Haast jullie eens, maande u ons aan wanneer we weer eens te laat waren. Maar meneer, we mogen niet lopen in de gang volgens het reglement. Ach, het waren onschuldige steekjes en u vergaf ons snel. Het is ondertussen 3 jaar geleden dat we onverwacht afscheid moesten nemen van Pieter Jan. We missen hem nog elke dag. Het is ook allemaal zo oneerlijk. Maar terugdenken aan onze mooie tijd bij u in de klas is voor mij nog heel vaak een troost. U bent intussen op pensioen. In uw rijke carrière als leerkracht hebt u een grote rol gespeeld in het leven van duizenden jongeren uit Brugge en omstreken. In naam van al die jongeren wil ik u heel oprecht zeggen, dank u, meneer De Voort. Allerbeste groeten van uw trotse oud-leerling, Benjamin. Amai. Niet gewoon. Ja, kijk. Ja, het staat er allemaal uit wat ik ook al heel dikwijls over nadenk. Dat ongelooflijke duo Pieter Jan en Benjamin, het is echt. Ik ben echt onder de indruk van wat hij schrijft, dat ik hem echt op de weg van de politiek gezet heb en zo. Soms denk je wel een keer aan leerlingen, ja, wat breng je hen mee? Maar als je dat dan leest, is echt onwaarschijnlijk. Ja. Dank u wel, Benjamin, voor die zeer mooie woorden. Ik ga die brief koesteren. Ik ga hem op een speciaal plekje leggen waar ik hem nu en dan een keer kan inkijken. Het is echt. Ik ben er even van mijn melk. Dank u wel.